Het unieke van dit plan is de riante ligging, aan de rand van het dorp, grenzend aan het prachtige natuurgebied Bernisse. Dat bestaat uit de oude kreek die de eilanden Vorne en Putten van elkaar scheiden en ongeveer 9 kilometer lang is. Vroeger was het een doorgaande scheepvaartroute. Tegenwoordig is de Bernisse een zoetwaterbuffer, omringd door veel groen. Daar vindt u, behalve fantastisch wooncomfort, ook rust en uitgebreide mogelijkheden om te recreëren. Simonshaven telt een kleine 500 inwoners. Het is, net als dit nieuwe plan, genoemd naar de heer Simon, die hier in de middeleeuwen een haven liet aanleggen, en naar dichteres Augusta. Zij publiceerde de bundels gedichten in 1918 en nieuwe gedichten in 1926. Het dorp heeft een kenmerkend wit kerkje met oorlogsgravenkerkhof en een aantal historische, veelal gerestaureerde panden. De gemeente Zuidland en het veel grotere Spijkenisse liggen op enkele kilometers afstand. In Simonshaven vindt u dorpse rust in de nabijheid van de winkel- en uitgaansmogelijkheden van de grote stad. De woningstichting De Zes Kernen is momenteel bezig met de ontwikkeling van 36 woningen aan de Beverwijkstraat naast de voetbalvelden. Op weg naar de twee appartementgebouwen worden aan de linkerzijde 6 woningen, genaamd Vrouwen Simone, gerealiseerd. De twee appartementgebouwen liggen met de achterzijde aan het water en met de voorzijde aan een openbaar terrein. Het openbaar terrein wordt als gezamenlijke tuin ingericht en gedeeltelijk als parkeerzone voor de bewoners. Het blok Simon bestaat uit 2 blokjes van 6 en 7 appartementen, gekoppeld door een loopbrug op de eerste verdieping. Blok Vrouwen Augusta bestaat uit 3 blokjes van 5, 6 en 6 appartementen, die ook op de verdieping worden gekoppeld door een loopbrug. Beide blokken hebben voor de woningen op de verdieping een eigen lift. Totaal zijn het 30 woningen, waarvan 14 woningen op de begane grond en 16 woningen op de verdieping. Alle woningen zijn op de begane grond opgetrokken in een gele baksteen. En de eerste verdieping heeft een afwerking van een zachtgroene betonvezelcementplaat met een kap van dakpannen. Deze kap is zowel dak als gedeeltelijk gevel. De pannengevels lopen dan ook plaatselijk door tot aan het waterniveau. De galerijkant van de appartementen heeft een ruim bemeten goot die de onderbreking vormt tussen de pannen en de gevelcementbeplating op de galerij. Deze dient tegelijkertijd als een afdak voor de galerij. De woningen zijn voorzien van zonnepanelen, waarvan sommige panelen zijn weggewerkt in het glas. Alle woningen bestaan uit een woonkamer, keuken, badkamer, toilet, 2 slaapkamers en een opslagruimte. De appartementen op de verdieping hebben een extra hoge woon- en slaapruimte dankzij een optimale benutting van de kap. De tussenliggende balkons hebben prachtig uitzicht over het water en liggen op het zuiden respectievelijk zuidwesten. Alle woningen hebben een eigen berging op de begane grond.